geboren, we zijn niet langer verloren, maar ze zijn ook geboren. Boeien! Ja, gaat nu gaat hem teruggeven aan ons, aan de woordenaren. En Bob, daar heb jij wat officiële woorden over. Ja, we hebben dankjewel mensen, wat een geweldig feest. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn om te vieren dat we de Rijnstraat kunnen openen. 4 jaar is er nagedacht, gewerkt, getrokken, geduwd om dit vandaag voor elkaar te krijgen. In dit voorjaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen en daarna is de uitvoering heel erg snel gegaan. De straat is bedoeld voor de voetganger. De straat is bedoeld voor de fietser. De straat is zelfs bedoeld voor de auto. Maar als ik naar deze straat kijk, dan denk ik dat je de auto niet meer gaat zien. Dat geluid gaat al rond. Heel goed, hè? Ja, dat dacht ik. Tijdens de afgelopen warme zomer, natte zomer, winderige zomer is deze straat verbouwd. Dat heeft best tot overlast geleid, maar winkeliers en de mensen die de straat aanlegden, onze stratenmakers, hebben elkaar fantastisch geholpen. Als het nodig was werd de ijs uitgedeeld, soms werden de kroketten uitgedeeld. Als de rolcontainer vast zat in het zand, dan hielpen de stratenmakers mee om de rolcontainer bij de winkel te krijgen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om dit project op tijd en binnen budget, binnen planning af te krijgen. Daarvoor hebben we ook Dennis Gieneke en alle mensen van de Stadhart. Dennis, waar ben je? Onze projectleider. Ik wil graag een ongelooflijk applaus voor iedereen die deze straat van deze zomer heeft mogelijk gemaakt. Dan nadert nu het moment waarop we deze straat aan jullie gaan teruggeven. Wij hebben ons ingespannen om van die straat iets te maken. Nu is het aan jullie om hem nog mooier te maken, om hem leefbaar te houden met elkaar, om er een feest in te vieren zoals vandaag gebeurt met de markt en met deze flashmob. Ik hoop dat we met elkaar nog lang van deze straat kunnen genieten. Ja. We gaan aftellen. Ja, nou nee, we gaan nog niet aftellen. Gaan we nog niet aftellen? Nee, we gaan nog niet aftellen. Want, dames en heren,
Als u daar staat en u staat in het middengedeelte bij de zilveren plaatjes inderdaad, daar zitten gaten in. En laat nou er geen licht uitkomen, ja vanavond wel, maar er komt ook water uit zometeen als we bij 10 zijn. Of bij 0 zijn zeg maar eventjes. Dat geldt trouwens ook daarachter. Ja, ook aan die kant. Dus dames en heren aan de andere kant van de Rijnstraat. Let op, als je even niet over de grijze strook wil, het mag wel, maar ja, dan kom je zo raar thuis. Ja, ik moest zo nodig plassen en in één keer is mijn kruis helemaal nat. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik was het niet, wordt er dan gezegd. Maar dat is zoals het is. We hebben het gezegd, we gaan nu tellen. En we doen allemaal mee natuurlijk, hè. We beginnen met 10. En 5 wordt heel belangrijk en 4 wordt heel belangrijk, dus daar gaan we van door. En daartussendoor zien we al wel. Maar we gaan beginnen. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, komt ie! En het water stroomt. En het water stroomt als een... Oh. We hebben weer water in de Rijnstraat. Het is geweldig. Dan moet je maar even plassen hebben. En dat kan boven de putten. Nee, dat mag niet zitten. Ja, het stroomt hoor. Kijk uit. Kijk eens dames en heren, geef even een applaus nog extra. Kom maar, even de juich voor al die mensen die het mogelijk gemaakt hebben. Die zich ingezet hebben voor dit prachtige moment dat we weer water terug hebben in de Rijnstraat. Weliswaar hebben we er zelf en we moeten een keer verwerken om het terug te krijgen. Maar het is er. We gaan het tegenhouden en het gaat vanzelf. Het zit vanzelf. Ik vind het top. Okay. Ja, meneer Duindam, de Rijn is terug in de Rijnstraat. Dat is wel een bijzonder moment, denk ik. Ja, ik heb altijd gezegd, de Rijn komt symbolisch terug in de Rijnstraat. Want voor een iets grotere Rijn, ja, het spijt me heel erg. De straat leent zich er niet meer voor en we hebben daar ook gewoon weg het geld niet voor. Maar ik denk met deze opknapbeurt dat we een ontzettende boost hebben gegeven aan de leefbaarheid in deze stad. En dat de straat nu echt een verblijfsruimte wordt waar mensen plezierig vinden om te zijn. En dat was hiervoor wat minder. Toen overheerst het blik. Ja, nu zie je groen, je ziet mensen, je ziet water. Ja, het is een stuk mooier geworden. Wordt het daarmee ook weer een aantrekkelijke winkelstraat? Want ja, veel vrachtwagens, veel auto's waren er toch wel. Ja, ik denk dat het echt een aantrekkelijkere winkelstraat wordt. En wat ik heel erg leuk vind, als je daar naar voren gaat. Daar hebben de winkeliers al rode lopers voor hun winkel gelegd. Die hebben een bordje gemaakt, Rijnplein. Top idee. Je ziet ook daarachter dat mensen hun terrassen hebben opgeknapt. Dat ze echt bezig zijn om weer wat van hun winkel te maken. Even kort, hoe is dat nou tot stand gekomen, deze goot in de Rijnstraat? Toen wij hier 4 jaar geleden mee begonnen, toen was het eerste gesprek, wat is er nodig? Wat willen jullie om dit leefbaar te maken? Want je zag overal in Nederland winkelleegstand ontstaan, winkelend publiek achteruit hollen. En deze straat werd als doods, leeg en als blik ervaren. Ja, dan ga je met elkaar in overleg en het grote discussiepunt was natuurlijk wel of geen auto's. En een andere groep die wilde er graag de Rijn in hebben. En ja, daar heb ik van meet af aan van gezegd, hij komt er symbolisch in terug, dus ik heb me hard gemaakt voor die goot. U zei net tijdens uw toespraak ook even, ja eigenlijk hebben we die auto's misschien ook wel helemaal niet meer nodig. Hoe zit dat? Nou ja, kijk ernaar en ervaar het. Ik denk dat je als automobilist echt een bord voor je kop moet hebben als je hier nog doorheen gaat rijden. Maar het mag nog wel? Ja, het mag nog wel, ja zeker. Maar jullie gaan het niet in de komende tijd verbieden of op bepaalde momenten alleen nog maar toestaan? Of... Nee, we hebben ingezet op maximaal 20 auto's tegelijk in deze straat. Met 20 niet aangewezen parkeerplaatsen. Om het allemaal voetgangers, fietsers, automobilisten zelf te laten regelen. Dit is een shared space. Dus wij gaan daar niets anders voor doen dan nodig is. En als de verkeersveiligheid dat vraagt, dan pas gaan we ingrijpen. Jullie gaan ervan uit dat het niet nodig is, dat het eigenlijk vanzelf gaat en dat het eigenlijk een autoluwe straat is. Ja, het is sowieso bedoeld als autoluwe, ja. Hoe is dat gevoel nou? Want ik kan me voorstellen dat het echt een last van je schouders is en dat de blijheid overheerst, toch? Ja, de last van mijn schouder is gevallen toen de gemeenteraad positief instemde. En dan kun je je plan gaan verwezenlijken en dan kun je gaan bouwen en dan komt het erbij te liggen zoals het er vandaag bij ligt. Ja, maar dat het er nu echt is? Ja, geweldig. Ja, heerlijk. Het is gewoon genieten. Geen last, genieten. Ja, het ziet er schitterend uit. Fantastisch. Je ziet het water door de Rijnstraat stromen. Bijzonder gevoel wel om dat weer terug te krijgen. Wordt ook meteen meegespeeld. Het is heel goed. Heel goed. Bedankt.